praktijk is, want als je dus zo met je gezicht naar beneden gaat, heb je dus best mogelijkheid om angst te kunnen hebben. Daarom ga je eerst remmen, ja. Maak je volgende boeg, ja. En hier, dan kijk je toch naar die berg en zie je het niet. Dus dan maak je weer hier, maak je weer een angstmomentje. Ja. En door dat angstmomentje, dan ga je vallen. Dat angstmomentje moet je overslaan, je moet gewoon zo gaan. Zo. Dan zeg ik, nou dan zeg ik, hop, dan komt een hele logische theorie. Als je dan niet wil vallen, ga dan gewoon zo. Nou, dat kan ook. Logisch. Gewoon